Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Gisteren hebben jullie kunnen zien in de shopvideo dat we heel veel hebben geshopt bij de Aldi. En ze hebben dus nieuwe dingen. Geen knetterballen meer in die verpakkingen. Cherrytomaten zijn ook weg. Dat is de reden waarom ze dus bij de Big Bazaar waarschijnlijk die cherrytomaten hebben. Omdat ze gewoon alles weg wilden hebben. We hebben hier het nieuwe producten, of de nieuwe producten staan. Kijk, nitrootjes. Die gaan we even stoken. Ik ben heel erg benieuwd. Jullie hebben gisteren in de shopvideo deze al kunnen zien dat we ze afstaken, s'avonds. Maar hoe ze overdag zijn, weet ik niet. Ze zijn wel dik, hè? Ja, leken net nitraten, man. Maar zijn het niet. Bij lange na niet. Verder. Deze had je volgens mij vorig jaar ook al in een plastic pakket. Juist. Maar het zit nu in een nieuw pakket. Dus ja, die noemen we ook nieuw, maar eigenlijk is het niet nieuw. Ja, de producten zijn hetzelfde. Meterpakket, die is wel nieuw. Zo. En ik hoop dat jullie hem al hebben gezien, de video van gisteren. Zo niet, check hem dan allemaal even dat we het gingen kopen. Het is echt een goede video geworden. Maar hier is het meterpakket. Er zijn een aantal dingen die geen fonteinen zijn, terwijl je het wel zou denken. Dit zijn bijvoorbeeld grondbloemen in een doosje. Holy shit. 30 stuks, 30 grondbloemen. En hier, crackling balls in een kokertje. Oh shit, dope. Dat is gewoon restantverkoop, weet je. Dat doen ze slim. Die gaan we ook even stoken. Happiness. Kat 1. 86 delig is dit pakket. En hoe duur was die? 10 euro, hè? Ja, 10 euro was deze, man. De eerste nitro die we overdag doen. Even kijken, gaat die? Hij gaat in ieder geval alleen omhoog. Ik vind wel dat er wat knetters bij hadden gemogen, man. Het valt best wel tegen. Tenzij je een heel pakje doet. Ja, klopt. Zou wel iets beter effect moeten zijn natuurlijk. Dit is wel leuk, man. Ja, dichterbij. Yes. Zo. Ja, hè? Maar ze zijn eigenlijk wel echt heel duur, hè? Ja, ze gaan wel hoog, maar het duurt niet heel lang of zo. Dus dit meterpakket doen we even open. Meer plastic dan hierin kan niet. Happiness. Kijk maar. Zie je? Ja, de echte die wij kennen begint met een fluit of zo en een fontein. En dan eindigt hij met knetten, toch? Kijk! Oh, hij vliegt ook weg. Zo, wat een boom, kijk. Dit moet je gewoon achter een stukje piepscherm gooien. Nou, dan gaan we even wat fonteinen doen. Voor alle mensen die dit in het donker willen zien, kunnen de video van gisteren checken. Dit is nieuw. Het is gewoon weer oplichting. Zit gewoon hier. Ja. Je kan hem zelfs loshalen. Oh. Oh. Dat zijn dit soort dingen. Knetterfeest. De rook staat precies naar ons. Ja. Okay. Jij houdt je vuurwerkbrilletje nu op, hè, kerel? Moet je kijken. Dit is een tube. Die ze hebben dichtgeplakt met plakband. En er zitten dus knetterballen in. Lekker. En dit zijn die grote, man. Zie je? Oep. Kijk, die hebben ze dicht getaped. Huh? Hé, maar daar zitten wel die balletjes in. Die oude, hè? Ja. Zie je? Lijp. Nou ja, toch wel. Maar je zal zien dat het niet zoveel voorstelt. Nou, rambootje. Ja, het zijn wel rambootjes, ja. Ziek. Maar kijk dan, ze hebben echt van die hele rare kokertjes gegeven. Op zich is het wel gewoon leuk. Waar hoor. Ze in zitten. Zullen we er gewoon even eentje in doen? Is dit al? Oh, het is al leeg. Ja. Ja, ik heb ze toch. Zet maar neer, man. Wat is dit? Ja, dit is ook nieuw.
De Blue Star with White Flower. Fantastisch. Zullen we nog zo'n koker pakken? Jordi's stijl. Ja, op zijn Jordi's. Wat is dit? Nou, dit is een... Dit is ook een, kijk, dit is ook een koker. Er zitten ook crackling balls in. Er zitten tennisballen in. Zie je? Nitrootje erbij. Zit hier wel ook weer los balletje in? Of zit hier zo'n plastic in? Hier zit wel plastic in, man. Maar je hebt gelijk. Oh, die gaan best wel hard. Ja, man. Leuk. Knetterfontein. Er zit nog wel meer in, hoor. Ja. Pakken. Oh, het is helemaal weggesmeld, gast. Was dat alles? Oh, dat was alles, man. Alles is helemaal weg. In één keer? Ja. Dat is lekker. Nitro en een... Oh. Prachtig! Is die andere niet uitgegaan of zo? Nee, man. Oef. Happy nestje. Jammer dat hij niet... Er was er nou uit, man. Hier heb je dus ook een pak met grondbloemen in dat meterpakket. Yes. Let op. Vind je die rook gek? Oh shit. Wel zon op zich, maar die grondbloemen vind ik niet zo leuk om... Nee, ja, maar in die buis valt het ook wel mee. Nou. Al met al, de nieuwe producten. Ik zou zeggen, ja, de nitrootjes zijn leuk om een keer te hebben. Maar niet, zijn ze wel leuk. Maar niet echt om echt heel veel van in te slaan of zo. Ik zeg eerlijk, zelfs in een project zou ik hem niet echt doen, heel eerlijk gezegd. Het is wel leuk als je een heel pakje in één keer doet, dan is het wel leuk. Ja, hier hebben we nog een fonteintje. Ik ga het even weg hier, man. Ik weet niet wat deze is. Beste mensen. Ja, dit zijn onze cakes, man, met Oud en Nieuw. Prachtig. Sierpakket, veel fonteinen, glitters, morning glories en meer. Nou, we gaan het zien. Oh joh, wat is dit dan? Morning glories. Wauw. Lachen. In één keer. Dat ga je doen. Deze gaan lang door, hè? Ja, het zijn morning glory, zeg, goos. Hier, steek nog eens aan, want volgens mij is niet alles afgegaan van die grondbloemen, of wel? Oh, jawel, man. De Lucky Sky. Voor mij was deze wel mooi, man. Nee. Ja, die fonteinen zijn mooi in het donker, man. Dat zeg je heel eerlijk. Die. Ja. Veel meer? Beetje dik. Even een dingetje. Ziek, één pakje, hè? Holy shit. Zo.
Wat waren de nieuwe producten van dit jaar? Er komen nog Turbo, of hoe heet die? Superfonteinen aan of zo. Ja. Die komen er nog aan, maar dan later in het jaar. Die andere producten, die komt volgens mij de 20ste. En die gaan we ook nog testen. Maar als je het aan mij vraagt, de producten die ze nu nieuw hebben, vind ik niet echt de moeite waard. Nitro's vind ik niks. Daar hoort eigenlijk knetter bij te zitten, vind ik. En ja, dat fonteinenpakket, dat is ook gewoon een soort van de fonteinen die al bekend zijn. Nee. Dus ik hoop dat jullie dit alsnog een leuke video vonden. Laat even een like achter, vergeet niet te abonneren. En morgen komt er een hele grote stookvideo. Want jullie hebben gezien hoeveel vuurwerk wij in de achterbak hadden. En dat gaan we allemaal opstoken. Dus morgen om 4 uur weer een nieuwe video. Later.